De politie warskôget voor inbrekkers in auto's die op carpoolplakken steken. Vooral bedrijfsauto's en busjes worden oedeis openbrutsen. Het gaat benammen om de carpoolplakken bij de A6 en A7-loons. De vraag naar elektrische fietsen in Botta. Het Friese toeristenbureau specialiseert in vakanties met e-bikes. Ze gaan een testcircuit maken bij de Alvesterdendel. Friesland is de enigste provincie in Europa met een testcircuit voor e-bikes. Snijn draaft Uus Derk voor het eerst boeten de provincie in Duindicht. Trainer Arend de Vrede is de hele week al dwaande om Derk tart te rieten op deze race. De Vrede zucht het wel zitten met Derk, want het hinder is in goede vorm. In het directeurshuis van het Jeddere koolteerfabriek Perseverantia binnen drie tableautegels voor met historische waarden. Het Jugendstilgebouw uit 1895 wordt sloopt voor de uitbreiding van de N30 bij Haas. Het Hannemahuis in Haas krijgt de tegels. Joen en vannacht bloot het lang warm met zo'n 16 graden. Morgen een mooie simmerdag met volop zinnen en dan zo'n 29 zelfs 30 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het eerste.